Burgerlijke tijd. Burgerlijke tijd. Wie ben jij? Mark Bijl, beeldkunstenaar. Wat doe jij? Ik ben beeldkunstenaar. Waarom? Speling van het lot. Kun je ervan leven? Ja. Wat is je beste werk? Die moet ik nog maken. Het laatste werk is altijd het beste werk. Dus ook het werk wat nog moet komen, vind ik natuurlijk altijd het beste. Dus eigenlijk is het beste werk tot nu toe gewoon het laatste werk wat ik gemaakt heb. En dat was een plank, een zilveren plank, of een spiegelplank, waarop stond We kill for you. Ja, het is een soort, het lijkt wel een soort heilig ding. Dus dat vond ik wel goed werk. Vinden andere mensen het ook goed? Ja, sommigen wel, sommigen niet. Zeggen ze nooit iets stoms? Jawel, heel vaak. Als ze het slecht vinden bijvoorbeeld, of niet goed, of ze boos worden, of zelfs gewelddadig soms. Mijn laatste werk in de galerie was gewoon vernield. Eerst was het een ludieke actie met graffiti en daarna zijn ze nog een keer teruggekomen en hebben ze overal met pis overheen gegooid. Dus het roept wel bepaalde reacties op. Dus niet iedereen vindt het goed, denk ik. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Van het leven zelf en de gemediatiseerde werkelijkheid, zeg maar. Dus hoe we kijken naar de wereld en naar mezelf. Dus de combinatie van je eigen ik met de wereld, hè? Dus met het grote geheel. Dus, en alle tussenstappen daartussen weglaten. Dus eigenlijk een soort reuzensprong doen van je innerlijk naar iets universeels. Dat inspireert mij. Laat eens zien hoe je het maakt. Oké, ik kan het wel even laten zien, maar dat gaat gewoon heel simpel. Deze twee dingen, dus de fotograaf. Dus hier wil ik een werkje mee maken. Ja. En dan is dat dus voor voetbalteams. Dus deze, zoals mijn Juventus. Juventus heeft Mussolini als mascotte. En AS Roma heeft Che Guevara als mascotte. En dan slaan ze elkaar mee. Die kun je gewoon met tankstation alvast halen voordat je naar de wedstrijd gaat. En dan lopen ze, in plaats van een vlag, lopen ze daar met honkbalknuppels. Dan worden mensen gefouilleerd, dan staan ze zo, dan worden ze helemaal gefouilleerd. En dan hebben ze gewoon, die honkbalknuppels houden ze gewoon in de hand en dan mogen ze doorlopen. Dat is gewoon, zoals bij ons, een sjaaltje of zo. Dus het is eigenlijk al af, dus nu blijven ze bij elkaar, weet je wel. Dus misschien moet ik ze gewoon zo ophangen, weet je wel, onder de muur. Dus wat ik dan meestal doe, is gewoon een muziekje aan. Dan ga ik een beetje heen en weer lopen. En een beetje lopen zoeken naar dingen die ik ook heb liggen. Want meestal. Of ik ben alles kwijt altijd. Het moet wel een beetje ad hoc zijn. Het moet niet te goed worden, maar ik wil het ook niet te lelijk. Maar eigenlijk is het wel redelijk af. Zeg maar. Je ziet toch waar het is en ze zijn een beetje mots verbonden. En die koppen staan er wel op. Oh. Wat wilde je vroeger worden? Muzikant. Hoe ben je kunstenaar geworden? Ja, ik was iets te slecht voor muzikant. Ik wilde wel naar het conservatorium. Maar ja, ik kon helemaal niks. En de kunstacademie was een stuk makkelijker om op te komen. Dus, wat is je duurste werk? Dat is een installatie, die is ook nog niet verkocht. Dat is wat in het Gem was te zien, dat basketbalveld. Hoeveel kost het? Ik geloof 90.000 euro. Waarom? Nou, er zit wel wat tijd in en het is een belangrijk werk en het is groot. En het is, zoals je dat zou kunnen zeggen, een soort keywork, dus waar dingen samenkomen. Het is toevallig ook nog heel groot en heel mooi en heel bijzonder, vind ik. Allergrootste wens, ja. Vrede op aarde of zo.